Dag vrienden designers in België. Velen van jullie zitten deze dagen van thuis uit te werken. Alle bedrijven raden aan om te gaan telewerken. En op zulke momenten is communicatie zeer belangrijk. En ook ik heb zo een licht vermoeden dat er heel veel gewietransferd wordt deze dagen. Want natuurlijk van een bedrijfsserver verhuizen naar huis en daar al uw activiteiten kunnen verder zetten, dat is voor vele mensen niet evident. En daarom gaan wij de komende weken jullie trachten te helpen met zoveel mogelijk tips omtrent telewerken, specifiek vanuit Creative Cloud dan wel. Wat we in deze video gaan bekijken is het gebruik van de CC-files en dan specifiek naar niet-Creative Cloud-gebruikers toe. Hoe dat zij daar ook gebruik van kunnen maken en of dat dan mogelijk interessant is voor jullie. Oké, waar heb ik het over? Voor de mensen dat daar nog nooit gebruik van gemaakt hebben, anderen gaan dat misschien wel weten, maar kijk toch even verder, want ik denk dat er wel een aantal handige tipjes tussen kunnen zitten. Ik ga naar de Creative Cloud Desktop app te vinden hier bovenaan op Mac of onderaan bij de klok op een PC of op een Windows-systeem, beter gezegd. In de Creative Cloud Desktop app, de meesten kennen dit wel van de updates die je daar altijd mocht gaan uitvoeren om de zoveel tijd. Maar ik ga onmiddellijk doorsteken naar hier rechtsboven waar dat je een wolkje ziet staan. Cloud Activity komt er daarbij. En als ik daarop klik, dan kan ik zien dat ik hier blijkbaar een cloud storage heb. Ik heb 250 gigabyte, kan verschillen van abonnement tot abonnement, hoeveel opslag dat je hebt. Dus maar je hebt hier een zekere storage in de cloud. Goed te vergelijken met Dropbox bijvoorbeeld of Google Drive of OneDrive. Ik zie ook dat alles up-to-date is. Er is dus niks aan het synken of synchroniseren momenteel. En daaronder twee handige links: Open Sync Folder en Creative Cloud Web. Als ik op Open Sync Folder klik, dan gaat mijn Finder open of de Explorer gaat open op uw PC. Op Windows. En je zit onmiddellijk in die map van Creative Cloud Files. Nu, die map, alles wat je daarin opslaat, alles wat je daarin sleept of naartoe kopieert, dat wordt naar de cloud onder je Adobe ID geüpload. Dus dat wordt in je cloud storage opgeslagen. De andere weg die we hier kunnen volgen, terug vanuit de Creative Cloud Desktop app op het wolkje, is Creative Cloud Web. Klik ik daarop. Dan gaat de website van Adobe open, maar niet gewoon de homepage. We gaan onmiddellijk naar onze Creative Cloud Files gaan. En daar zien we uiteraard een identieke kopie van wat dat we ook in de Finder hadden gezien. Oké. Dus je kunt daar gewoon files in gaan opslaan. Nu, ik heb al een mapje klaargezet om een keer te laten zien wat dat we daar in kunnen gaan zetten. Basically kun je hier uiteraard eender wat gaan inzetten. Word-files, Excel-files, PSD's, AI-files, InDesign-files, you name it. Je kunt er uiteraard gewoon alles in gaan opslagen. Maar naar Adobe-files toe specifiek hebben we ietsje meer mogelijkheden of interessante opties die we niet gaan hebben bij niet-native Adobe-files. Ik heb hier een Photoshop-file opgeslagen. Je ziet hier PSD, dat is echt een Photoshop-document. En als jullie me niet geloven, dan haal ik er gerust eventjes Photoshop bij. Dit is de file, zoals dat je kunt zien. En die heb ik dus opgeslagen in mijn Creative Cloud Files. Nu in de browser, ik kan daarop klikken en geloof het of niet, maar we zitten naar een Photoshop-document te kijken. In de browser. Hoe kan ik u bewijzen dat dat die Photoshop-file is en niet gewoon een JPEG-scan aan de rechterkant hier? En dit is al uniek voor Photoshop-files. Kan ik mijn layerstructuur gaan bekijken? En we zien hier dat ik hier een artboard heb. Ik zie hier een logo dat ik zelfs kan uitschakelen als ik dat wil. Dan moet hij dat even updaten. En dan gaat hij zo dadelijk, zie je, mijn afbeelding tonen zonder dat logo. Oké, dus dat is al pretty nice wat dat je hier kunt doen. Maar daar ga ik niet te diep op ingaan. Naar communicatie toe met uw opdrachtgevers, met collega's in marketing of in communicatie, sales, you name it. Niet Creative Cloud gebruikers. Hier zit een commenting feature.
in. En die is ook toegankelijk voor mensen die eigenlijk geen Creative Cloud hebben. Zie je? Je kunt hier gewoon heel standaard opmerkingen gaan invoegen. Ziet er mooi uit. Hop, submit. Ik ben eventjes iets vergeten, sorry. We moeten die file natuurlijk gaan delen met die andere mensen, want hoe gaan die de weg daar naartoe vinden? En dat doen we via dat klein knopje hier bovenaan, Get Link. Ik ga daarop klikken. Hop, dan krijgen we dit te zien. En zoals dat je kunt zien, je hebt hier wat link settings. Je kunt zeggen, oké, commentaar toevoegen of commentaar geven kan, is mogelijk. En je kunt hier ook aanvinken dat ze bijvoorbeeld je file naar hun eigen Creative Cloud mogen opslaan. Nu, dat gaan we nu niet doen. We hebben het over niet-Creative Cloud gebruikers. Dus die gaan daar ook niks aan hebben natuurlijk. Nu, je kunt die link dan kopiëren en gewoon via mail uitsturen naar die andere mensen. Vervolgens gaan zij op die link klikken en dan krijgen ze eigenlijk iets zeer gelijkaardigs aan u te zien in de browser, namelijk deze file. Dus zij kunnen hier gewoon comments gaan opgeven. Als het ietsje preciezer moet zijn, vraag hen dan om het pinnetje te gebruiken. Dan kunnen we gaan zeggen, hier bijvoorbeeld, oké, maak hier eens on-air van AUB. Hop, en dan is dat de comment. Hier, we hebben nog een andere optie. We zien daar ook een potloodje, draw a shape. En daar kan ik dus gewoon ergens een markering mee gaan maken en zeggen, contrast te laag met achtergrond. Voilà, dat is al een interessante. Ik ga ook de kleur van die markering aanpassen naar geel bijvoorbeeld. En ik klik hier opnieuw op submit. Voilà, dan staan die comments daarin. Dat is allemaal zeer real-time. Iedereen ziet ook elkaars opmerkingen in die file. Wat dan natuurlijk mooi meegenomen is. En je kunt commentaar geven hierop. Op hun commentaar natuurlijk. Dus een handige manier of een andere manier dan WeTransfer om eigenlijk een design te gaan delen met niet-Creative Cloud gebruikers en feedback van hen te ontvangen in real time. Je kunt er wel zelfs met die mensen aan een telefoon hangen als dat moet. Dus dit is een zeer handige manier om met de mensen met wie dat je samenwerkt, niet Creative Cloud gebruikers, te gaan communiceren en eigenlijk feedback te krijgen op designs en projecten die aan de gang zijn. In real time, heel direct, superhandig. Kan misschien gedurende de komende weken een enorme timesaver zijn voor u. Dus check het out. Houd ons in toog. Volg ons op YouTube, op ons kanaal of via onze Facebookpagina. Want we gaan deze week nog veel meer tipjes voor jullie maken om het leven toch iets gemakkelijker te maken de komende weken. Bye guys.